Dus elke donderdag en zondag gaan mijn vader naar de bakker om croissantjes te pakken voor ons. En op een dag ben ik naar beneden gegaan omdat mijn vader naar de bakker is gegaan. En ik zie in de tuin een hond die heel hard rent. Dus ik ga naar mijn broer en ik zeg hem, er is een hond in de tuin. Dus we gaan naar beneden. En mijn vader die zegt, ik heb vandaag op de straat heb ik een hond gezien. Dus ik heb hem meegebracht. En ze eten superveel, superveel. En hij zei dat we die hond naar de... de veterinair moeten... De dierenarts doen. En hij heeft gekeken of hij geen baasje heeft. Omdat in zijn nek dan kunnen we zien of hij een baasje heeft. En hij had er eentje. Dus we zijn weer naar huis gegaan. En we hebben gebeld. En die mevrouw die zei dat ze de hond niet meer wilde. Dus mijn vader die heeft gezegd, nou, we gaan papieren doen zodat we de hond kunnen hebben. En nu hebben we de hond.